Ik weet het. Als wij haar vrijlaten, dan helpt zij ons zoeken naar papa. Lijkt me toch een goede deal? Niet zo naïef. Als we niks doen, dan komt de politie. Niet als we gewoon in deze hut blijven, Siel. We hebben het hier al een keer over gehad. En als het eten nou opraakt of zo? Ik bedoel, het wateropvangsysteem is al kapot. En zij kan ons helpen met eten, water en naar papa zoeken. Ik ga ze niet vinden. Hoezo niet? Weet je, als jij gewoon terug naar de hut gaat, dan kom ik er zo aan, ja? Ja, ik ga liever eerst die hond zoeken. Dat lijkt me belangrijker, toch? Hoe heet je eigenlijk? Lotte. Hebben jullie misschien iets te eten? Munt. Dat is goed tegen donder. Cleo zijn zijn vriendjes aan het maken met de dochter van Darius Dranauter van de camping. Oh, dus dat is even pauze. Het gaat trouwens de goede kant op met die ouwe. Nog even en we kunnen daar de boel plat gooien. Floor, ben je oké? Weet je nog toen ik even weg was? Ik bedoel naar de wc, bij Gentopia. Ja? Ik heb twee mannen horen praten. Ze praten over de camping. Gaat dit weer over die complotten? Echt, Floor, als jij zo gaat praten als Lotte en opa, dan ga ik niet opa's koffers pakken, maar de mijne gaan vandaag nog naar huis. Kunnen jullie me misschien even losmaken? De touw begint te snijden. Nee. Heel even maar. Ik zal het niet tegen de anderen zeggen. Dat jullie me zomaar ontvoeren is niet oké, maar ik ga er niet moeilijk over doen. Iedereen doet wel eens iets wat niet mag, toch? Ik ook. Toen ik vandaag in jullie huis was, bijvoorbeeld. Bij ons thuis? Wat deed je daar? Heb je onze vader gezien? Hé! Hey. Niet met haar praten. Lotte is bij ons in huis geweest. Vandaag. Ingebroken dus. Ik zei toch dat ze niet te vertrouwen was? Jij gaat met Sophie mee. Jij gaat die hond van haar zoeken. Opa! Hé, mus! We kunnen ook in de tuin gaan zitten. Jullie zijn net op tijd voor de thee. Ja, nou doe maar nog een borrel. Och, uw vader is zo'n geestige man. Ik help opa wel even met het uitpakken van de koffer. Ja, maar dat kan straks er ook nog. Nee, opa, we doen het nu. Anders staat die koffer volgende week nog naast je bed. Goed plan, Floortje. Ik haal wel even iemand. Opa en ik doen het samen. We komen zo meteen weer terug naar de tuin. Dametje. Wat maak jij nou druk over die koffer? Ik wil helemaal niet uitpakken. Ja, maar opa, je begrijpt het niet. Mama en ik zijn net bij Gentopia geweest. Ja. Mama wou daar even een bloemetje afleveren. Omdat jij daar... Ja, nee. Ik heb twee mannen afgeluisterd. Ze willen de camping plat gooien. Wat? Ik heb het altijd al gezegd. Ik wist het. Ik wist het. Van een hond? Een vos. Als we die hond willen vinden, moeten we dichter bij de camping komen. Luister, vergeet die hond. Wij moeten op zoek naar papa. Rekel zegt dat we die hond... Nee, Rekel die houdt iets achter. Wat dan? Ik weet het niet, maar iets over papa. Luister, als mensen Lotte gaan zoeken, dan hebben ze ons ook zo gevonden.
Wij moeten papa vinden voordat zij ons hebben gevonden. Rekel gaat het nooit goed vinden. Doe je mee? Oké. Top. Ik weet ook hoe. Op de camping hadden we echte damstenen. Die kunnen jullie ook op gaan halen. Gewoon stelen, net als de mobiel van mijn broer. Wij stelen niet. Oh, sorry. Stelen niet. Maar ontvoeren wel zeker? En de doorgeknipte elektriciteitsdraden, waren jullie dat ook? Gewoon negeren. Waarom verschrikken jullie? Hey, jongens, ik zei niet met haar praten. Wat ga je doen? Mond open. Nee. Mond. Nee. Mond open. En nu bijt. Waarom duurt het zo lang? Ik ben niet gek en ik ben niet moe. En ik wil gewoon terug naar mijn camping. Vertel die mevrouw eens wat je mij net vertelde. Opa! Meneer de Renouter, ik denk dat we even een extra sessie moeten inplannen. U lijkt wat overstuur. Nee, geen tijd. Ik moet gewoon weg. Ik moet gewoon terug naar mijn camping. Oh! Ik denk toch echt dat die stemmingswisselingen van uw vader... Nou ja, we zijn er nog niet, zou ik maar zeggen. Kunt je ons even alleen laten? Maar we zijn er net. Mm-hmm. Floortje, kom je? Sorry, opa. Maar lieverd. Hé, hey, wat heb jij tegen opa gezegd? Niks. Nu is hij wel erg in de war. We liepen nog langs het wateropvangsysteem. En dat is kapot. Minne wou het repareren, maar ja, ik zei dat we andere dingen aan ons hoofd hadden. Nee, water is belangrijk. Minne, je hebt gelijk. We gaan er naartoe. Ga je bij mij mee? Oh, Sil? Ja? Dat ding blijft in haar mond. Oké. Okay. Haal dat ding uit je mond. Als jij mij helpt. Deal? Van Rekel mag het niet. Meneer de Renouter en ik hebben een kort maar goed gesprek met elkaar gehad. En we zijn eruit. Hij blijft nog even bij ons. Verder heeft hij medicijnen tegen te hoge bloeddruk gekregen en zal veel rust hem goed doen. Dag. Dank u wel. Ja. Dankzij Rekels het zijn nu hier. Of vond jij het wel een goed idee om haar te ontvoeren? We zijn op zoek naar ons vader. Hij ligt waarschijnlijk in een ziekenhuis of zo. Ik wil dat jij elk ziekenhuis in de omgeving belt. Ik... Geen vragen. Het is heel leuk bedacht, maar ik heb geen mobiel bij me. Shit. Maar ik heb wel een ander idee. Maar dan moet je weer wel weg. Ik logeer op de camping van mijn opa, camping de Oude Eik. Als ik daar kan komen op de een of andere manier, kan ik vast wel voor jullie bellen. Nee, veel te riskant. Jij wil alleen maar naar de camping zodat je de politie kan bellen. En waarom zou ik dat willen? Omdat mijn zusje ontvoerd heeft misschien. Ja, je zusje. Maar jullie toch niet? Kijk, ik ken jullie verder niet, maar het is duidelijk dat jullie echt diep in de shit zitten.
En als ik iets kan doen om jullie daaruit te helpen, dan doe ik dat graag. Ik geloof haar. Maar reken niet. Je gaat echt flippen als we met haar meegaan. Willen jullie je vader terug of niet? Het is echt veel te riskant. Je hele familie zit daar. Die oude Darius. Die is wel oké. Dat is mijn opa. Maar die zit sinds kort in een kliniek. Dan kunnen we daar toch bellen? Mijn vader mag Darius. Ik denk dat dat wel kan, ja. Oké, dan doen we dat. Moeten jullie twee ervoor zorgen dat Rekel niet bij de schuilplek komt? Oké? Hallo? Wat is er? Zijn jullie stil? Zoek het baasje, zeg ik 300 keer. Wat doe je? Precies niks. Normale honden die gaan snoeven en snuiven als een idioot. Hè? Door de ergste sneeuwstorm, dat maakt ze niet uit. Maar jij? Wow, ik heb superveel likes. Bende, we waren op weg naar het zuidpuntje van het bos. Toen is Bende uit de boom gevallen. Waar? Een half uurtje verderop, bij de kastanjeboom. Is het ernstig? Ze huilde. Sylvijn, ga met Faya mee. Hou Bende op. Ze vroeg om jou. Oké. Maar geen seconde laat je haar alleen. Geen seconde. En een knuffel blijft in haar mond. Ja? Kom. Na de gestolen telefoon nu nog meer mysterie op het platteland. Want mijn zusje Lotte is niet meer teruggekomen. Henkie wel, zoals u ziet. Ik ben daarna samen met Henkie op zoek gegaan in de hoop dat hij me direct naar mijn zusje zou leiden. Maar wat denk je? Niks. Kortom, wat is er gebeurd? Wie gaat dit oplossen? Volg het op Timbo's vlog. Tim, waar is Lotte? Zie ik eruit als een babysitter? Eigenlijk ben je als een baby, weet je dat? Ha. Waar is Lotte? Ik denk dat ze gewoon even is gaan wandelen of zo. Zonder Henkie. Ze is niet binnen. Ah. Tim. Nee, je hebt de telefoon van Lot nu ook geleend. Geleend? Henkie. Hey, Joey. Hey, Henkie. Waar is je Lotje dan? Mam, je doet nu echt als opa, hè? Henkie, waar is Lotte? Oké. Told you. Zover het nieuws van onze superspeurhond. Dan ga ik maar mijn eentje zoeken naar mijn verdwenen zuster. Is Lotte kwijt? Nee. Dus Henkie kwam alleen thuis. Ik denk dat ze gewoon een leuke jongen is tegengekomen. Moeten we de politie bellen? Yeah, right. Zeg dat eens in de camera. Moeten we de politie bellen? Je hebt geen idee wat hier allemaal aan de hand is. Ik luister. Wat nou als opa gelijk heeft? Oké, ik ga Lotte zoeken, ja? Ik denk dat ik wel weet waar ze is. Waar? Hou je mond? Ze is naar het huis gegaan van die telefoondief. Ze was gewoon nieuwsgierig, niks aan de hand. Ga jij maar lekker spelen. Kan je dit nou weer vergeten? Ik zei dat ze zich moest verstoppen. Kan ze lopen dan nog?
bizar. De deur staat open. Ik ben nu in het huis van Eik. Lotte zou hier naartoe zijn gegaan, maar sindsdien heb ik haar niet meer gezien. Hallo? Lotte! Het liefst ga ik zo snel mogelijk naar buiten. Het mysterie van het geluid is bij deze opgelost. Hoi, receptioniste van de camping van opa. Met je favoriete broer. Is Lotte al terug? Niet? Oké. Ik bel je later. Lotte? Daar ligt ze. Hé, hey, gaat het? Het gaat wel. Oh, volgens mij niet. Maar maakt niet uit. Auw. Oh, sorry. Laten we haar naar de hut brengen. Ja, kan je op mijn rug? Ben ik niet te zwaar? Nee, natuurlijk niet. Kan ik helpen? Ja, gaat wel. Bessensap. Jongens, waar slaat dit op? Hey, psst. Jij daar. Ik heb je hulp hard nodig. Ga naar hetgeheimvanijk.nl en help mijn ZEP-collega's. Want wie van hen heeft meegeholpen om Bart van het Klokhuis te ontvoeren?